Het westelijk deel van Oosterwijk bestaat uit 3 delen. Het Zeuverik, Westend en de Prinsessenwijk. Dit gebied telt circa 2800 inwoners verdeeld over 1200 huishoudens. Het gebied wordt omsloten door de spoorlijn aan de noordkant, de Moegesselse weg aan de oostkant en de Voorste Stroom aan de zuidkant. Ten westen van de wijk begint het landelijk gebied met verschillende agrarische bedrijven. Dit deel van Oosterwijk bestond in de 19e eeuw uit weiland en ander landbouwgebied met de vuile stroom, officieel de Voorste Stroom, die er doorheen liep. De loop van dit riviertje is in de jaren 60 van de vorige eeuw verlegd. Het Zeuverik was in die periode nog een min of meer woest gebied met weiland en akkerland. In de jaren 40 tot 60 en later verrezen in Oosterwijk-West veel woningen, zoals aan de Tilburgse weg de zogenaamde duplexen. Ook verrees toen onder andere de Prinsessenwijk. Door de groei werd in 1963 een nieuwe parochie, Sint Marcus, gerealiseerd. Iedereen kent nog wel Pastoor de Moulin. Pal achter het Marcuskerkgebouw stond een wijkcentrum genaamd het Westend. Als opvolger van dit buurthuis kwam de Koppelen, waarin school en buurt nu een onderdak vinden. Vroeger was er meer bedrijvigheid, zoals een melkfabriek, een jaarlijkse wielerwedstrijd genaamd de Zes van Oosterwijk, de Godelieve Kleuterschool, de Johannes van Oosterwijkschool en straatvoetbal aan de Apollolaan. Wat vinden de inwoners van hun wijk? Het is een lekker rustige wijk en toch krijg je nog heel veel passanten met de honden en met de fietsen. Daar vind ik wel fijn van hier te wonen. En we wonen nu 11 jaar hier in de Berkelaan, een fantastische straat. Ik ben er 32 jaar geleden komen wonen en het is alleen maar beter geworden. Gezelligere mensen om me heen. Met oudere mensen, met jongere mensen. En ja, ze zijn de wijk weer nu aan het verjongen. Want ouderen die vallen weg. En ja, we wonen gewoon in een heel prettig pleintje. We hebben allemaal heel veel contact met elkaar. Dus ja, echt de sociale omgang met elkaar vind ik echt heel erg fijn. Gewoon gezelligheid. De mensen onder elkaar, leuk onder elkaar zijn. De meeste tenminste hoor. Ja, die niet zo leuk zijn, die proberen we dan toch maar weer op te peppen. Hè? Dus, Ik vind dit echt nog een buurt waar mensen gemoedelijk onder elkaar zijn en wij wonen hier in een perfecte straat en we zitten heel dicht bij het dorp en toch weer er vanaf, dus ik vind het hartstikke fijn. Gezellige buurt, leuke mensen ook in de buurt en ja, je kunt er over het algemeen veel doen. Je hebt hier veel pleintjes en ja. Een leuke wijk voor de kinderen vooral. Het is hier heerlijk rustig en het is een hele nette buurt en we zijn het hier allemaal eens onder elkaar. Ja, ik woon hier al 31 jaar met veel plezier. Ja, een heel gezellige wijk. Allemaal met elkaar wel eens dus. Wat kan verbeteren in de wijk? Er zou misschien nog iets gedaan mogen worden aan de verkeersveiligheid. Dat er iets minder hard gereden kan worden in de straat. En toch de saamhorigheid, vind ik. Dat wij ook de Meidoornlaan en de Berklaan meer betrokken willen worden bij de Koppelen. Want er is nog steeds wel een bepaalde afstand. Dat is dus niet zo hard rijden met de auto's. Dat is een ding waar we eigenlijk moesten. Ik vind dat de gemeente wel iets beter het onderhoud mag verzorgen in de wijk. En ja, ik zie gewoon dingen dat ik denk van nou, het ligt er een beetje armoedig bij op sommige plekjes. En dat is heel jammer, vind ik. Die twee rotondes die daar aangelegd zijn, die zijn wel heel gevaarlijk, vind ik zelf. Ik ga zelf vaak op de fiets naar mijn werk. En ja, je moet oog in je rug hebben overal om daar niet aangereden te worden. Misschien hier bij de school dat er wat meer geletterd op de snelheid. Omdat de auto's hier nogal snel kunnen rijden, maar voor de verder rest. De groenvoorzieningen. Ja, de bladeren beter opruimen en dus het gras is weer beter maaien. En hier tegenover in de Marijkenstraat die stoepen, die liggen allemaal omhoog. Voor mensen met rollator is er niet te doen. Wat zou het beter kunnen? Ja, er mogen natuurlijk veel meer klanten komen als ze willen.